Nou, vandaag ga ik weer naar het ziekenhuis. Heel fijn. Heel fijn dit. Ja, dus het ging een beetje op en neer qua gevoelens in dan zo'n gesprek. Een botscan. Ik heb nu eens echt kapot pijn in mijn linkervoet, zeg. Hopelijk is het niet gebroken, jongens. Het is eigenwijs zijn. Hi lieve patatties, welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben even benieuwd. Ik film vandaag weer met onze camera. Daar zijn we eigenlijk een heel stuk minder gaan doen, omdat ja, je moet er toch telkens weer aan denken om hem mee te nemen. En met de telefoon, ja, die heb je eigenlijk altijd bij je. En als er dan iets onverwachts gebeurt, ja, dan is het gewoon makkelijker daarmee te filmen. Dus ik ben eventjes benieuwd of jullie het echt een heel groot verschil vinden. En het heel irritant vinden dat we met de telefoon filmen. Uiteindelijk is die camera van de iPhone toch ook wel heel goed. Hè? Tegenwoordig is het bijna net zo goed. Maar ja, misschien ook het geluid. Ik heb gemerkt dat als ik inzoom dat mijn stem weggaat met het filmen. En als ik dan weer terugzoom naar mezelf, dan wordt mijn stem weer harder. Dus ja, dat zou een reden kunnen zijn. Maar ik ben even benieuwd, want uiteindelijk vinden wij het wel makkelijker met de telefoon. Ik ben ondertussen bezig met voorbereidingen voor een babyshower van mijn vriendin. En ik heb wat cadeautjes mee. We hebben ook al een gezamenlijk cadeau. En ik heb nog oude spullen van mijn babyshower. En zij krijgt ook een jongen. Nu had haar zus al het een en ander gekocht. Maar ik dacht, nou, laat ik het toch maar voor de zekerheid meenemen. Je weet maar nooit of er nog iets extra's leuks tussen zit. Ik ben ook in het blauw. Want ze krijgt een jongen. En ik wilde eigenlijk een blauwe broek aan doen. Maar daar zat een vlek in. Dus het is deze jurk geworden. Sertje is alweer druk bezig in de tuin. We krijgen straks vrienden langs. En wij hebben weer een waterspeeltuin opgezet. Wow, kan je gewoon bijna zwemmen hierin? Hè? Oh, wow! 1, 2, 3. Hi lieve patatjes, welkom bij een nieuwe video. Goedemorgen. Zo. Hey. Goedemorgen zeg. Enthousiasme. We gaan het. Wat gaan we? Kaneelslagroom gaan we maken. Want we hebben weer een nieuw speeltje. Een slagroomspuit. Oh, moeten we. En daar ben ik heel blij mee. Want het is in de muftijd slagroom. Dus wat gaan we doen? Ik heb. Als we gaan beginnen, moeten we het hier. Auw! Moeten we hier op drukken. Ja. En dan maar niet als mijn vinger ertussen zit. Oké, dus deze leggen we even op zijn. Even op zijn. Ja, dus de slagroom die mag daarin. Heel voorzichtig. Klaar? Ja, heel goed. En dan doen we er een lepeltje kaneel bij. Klein beetje zo. Oeh, super lekker. Dan moet je luisteren. Omdat ik meer volgens mij in mijn gezicht kreeg dan dat er in de fles ging. Maar misschien was het de eerste keer. Nou, mag schudden. Hier een mooi toefje slagroom maken. Helemaal indrukken. Wacht, doe even met deze. Nee, stop. Oh ja, zie je, dan is het toch niet helemaal goed gegaan. Waarom niet? Gaat hij andersom? Nee. Maar waarom is het toch niet goed gegaan? Nou, omdat er eigenlijk niet zo heel veel slagroom uitkomt. Lekker. Moet ik wel zeggen dat. Wacht,
ik wel weet, en ik weet niet of het met deze dan hetzelfde is, dat met die grote spuit altijd twee patronen nodig zijn. Ja, voor nu wel veel uit. Smakelijk. Echt smakelijk. Hallo. Goedemorgen. Wat heb je mooie ogen in deze zon? Alleen in deze zon. Nou, dan worden ze lekker geaccentueerd. En ook zo'n lekker van mij ook hoor. Gewoon een kunnetje. Nou, vandaag ga ik weer naar het ziekenhuis. Heel fijn. Heel fijn dit. Stoort ze helemaal niet. Ik wacht wel even. Ik vind de mensen helemaal niet erg. Want nee. Ze weten dat ik Dolce Gusto drink. Want wij vinden Dolce Gusto heel erg lekker. Dolce Gusto. Ja, we worden helaas niet gesponsord door Dolce Gusto. Nee. Nee. Ja, nou, hij is bijna klaar. Nee, hij is bijna klaar. Kijk, hij is al klaar, want het water is op. Nou, heb ik een lamme arm. Nee, nou zien we je... Beter. Nee, dus vandaag heb ik weer een afspraak in het ziekenhuis met de arts. Wat doe je nou allemaal? Ja. Ja, dus ik heb een afspraak weer in het ziekenhuis sinds, ik denk, een jaar. Althans, niet in het ziekenhuis zoals jullie weten, want dat is nog kort geleden. Maar echt dat ik de arts ook ga zien. Is het al een jaar dat je bij Douwsma bent geweest? Houtsma. Ja, Douwsma. Tim Douwsma. Douwsma. Nee, bij dokter Houtsma. Ja, ik geloof het wel. Want ja, dit is eigenlijk dan een jaarlijkse controle. Ja. Ja, ondertussen ben ik natuurlijk wel nog onder de scan geweest en alles. Dus we gaan eventjes kijken wat we te bespreken hebben. Ik wilde deze afspraak toch laten staan. Om even de voortgang te bespreken. Ga je dan ook vragen wanneer je weer controle krijgt, zeg maar? Is dat jaarlijks of tweejaarlijks of alleen als je last hebt? Ja, dat is alleen als ik last heb. Dat antwoord weet ik al. Omdat ik geen... Hebben wij elk jaar rond deze tijd last? Nee, want de reden waarom ze dat ook niet doen, is omdat net zoals nu, als je dan een scan doet, dan kan altijd wel wat gezien worden wat dus niks is. Wat dan onnodig stress geeft. Ja. En tuurlijk, ja, aan de ene kant is het gewoon heel fijn om te horen, er zit niks. Maar als er wel wat zit, dan ja, hebben ze er een soort van niks aan, zeggen ze dan, om het eerder te weten. Maar daar ga ik nog wel even een vraag over stellen, denk ik. Want ja, nou ja, ja. Omdat ze er eigenlijk vanuit gaan dat als je een uitzaaiing hebt, dan is het dus gewoon ergens anders in je lichaam. En dan zit het er al. En, ja. Weer lekker deprimerend dit. Nee, maar dus ik ga even naar de arts. Ik denk dat ik ook even een boepflash doe. Bij de artsen mag dat, hè. Want ja, gewoon even kijken wat hij er nu van vindt. En ik wacht nog steeds natuurlijk op een operatie van de plastisch chirurg. Ja. En door de bestraling is het wel gaan inkapselen aan de binnenkant. Dat wist ik van tevoren, hoor. Maar goed, dat moet nog even opgelost worden en zo. Dus ik wil graag dat hij er eventjes ook naar kijkt. Misschien dat ik de scan nog even kan zien. Ja. Wat hij, ja, wat hij gevonden heeft, zeg maar. Of wat hij vorige keer had gezien en waarvan ze dachten, laten we toch maar even checken. Ja. En Sergio die gaat weer lekker verder in de tuin. Daar is hij druk mee bezig. Hij heeft weer een hele stuk eruit moeten halen in het begin, hè. Dat het toch te hoog was gelegd. Dus hij is eigenlijk weer opnieuw begonnen. Ja. Ik ben nu weer net zo ver als dat ik toen was. Nou, eigenlijk nog verder, want ik heb natuurlijk aan de andere kant al die tegels gelegd. Ja, dus dat is top. Dus we gaan lekker verder. Ja, en je zus komt vandaag. Ja. Ik heb nu besloten om... Ik ga eerst het zand helemaal doen. Dus okay. Dat ik echt het zand ook wegscherp en zo goed mogelijk recht leg. En dan denk ik dat het leggen veel sneller gaat. Ja. Dus dat ga ik eerst doen. Klinkt plausibel. Ja, maar ik vind dat echt het moeilijkste van het hele klusje. Ja, dan is het nog een beetje tweaken, zeg maar. Hè? Dan in plaats van dat je weer alles heel veel weg moet scheppen en zo. Ja. Ja. Trouwens, we filmen nu gewoon weer met de telefoon. En ik heb aan het begin gevraagd of jullie
daar nu echt een groot verschil zien met hoe het beeld in het begin was. En het geluid en de telefoon. Ja, dan kunnen we even kijken of we daar iets mee gaan doen of niet. Ja. Maar het moet voor ons ook makkelijk blijven. Maar we willen natuurlijk ook wel een beetje kwaliteit blijven leveren. Dus, Ik heb trouwens even mijn schoenen aan. Die ga ik hier niet onderhouden hoor, want dat is een beetje too much, denk ik. Maar ik wilde ze even inlopen, omdat ik twijfelde of ik ze wel aankom, omdat ik wat bredere voeten heb. Maar gelukkig lijkt van wel. Ik heb die andere namelijk teruggestuurd, die hele hoge, die vond ik ook echt helemaal te gek. Maar die was echt te klein. Het is ook een hele hoge schoen, een laars. Dus ja, dat kan natuurlijk zijn dat het dan heel anders valt. En mijn heel zat echt op de hak. Dus dat zat echt niet lekker. En er zaten trouwens ook wat zwarte vlekjes op, dus dat was ook jammer. Maar deze ga ik denk ik toch wel houden. Ik dacht, doe ze even binnen aan, zodat ik een beetje kan lopen en even kijken van, kan ik het hiermee doen? Maar ik denk van wel. We zijn er weer. Een hele goede avond. Ik ben lekker bezig een theetje te zetten voor ons. Ik heb een tijdje terug hele lekkere theetjes gekocht. En een leuk houdertje. En Sergio die heeft alweer hard gewerkt. Ik ook. Dus het is tijd om lekker op de bank te ploffen. Met een lekker theetje. Ik zet jullie even neer. Toppie. Ja, want ik had jullie nog niet verteld over hoe het is geweest bij de dokter. Bij mijn internist. En dat, dat ging eigenlijk goed. Ik heb het plekje gezien wat ze hadden gezien op die PET-scan. Nou, dat moet wel een getraind oog zijn, zeg maar. Wil je dat zien? En dat was dus uiteindelijk niks, zoals jullie dat weten. Althans, niks. Het was in ieder geval geen kanker. Dus dat is de hoofdzaak. Ze hadden ook nog een ander plekje gezien en die lichtte wel heel erg op. Dat is dan wel weer grappig. Dan denk je gelijk, wat is dat? En die zat in mijn bovenarm. En toen vroeg hij aan mij, heb je daar je infuus gehad? En dat klopte. Hij zei, ja, dat kan komen doordat er dan iets van een rest is blijven zitten van dat infuus. En dan klompt dat zich daar een beetje en dan gaat dat dus oplichten. Nou, dat was dus gelukkig ook niks. En verder had ik aan hem gevraagd van, goh, maar ik ben bestraald aan die kant. Dus zou je dan ook zeggen dat het daar eigenlijk niet kan komen? En toen was hij stil. Ik zeg, oké, ja, ik weet het. Niks kan met 100% zekerheid gezegd worden. Hij zegt, nou, ik zeg, want ja, jullie zeiden van, het weghalen van de lymfe, daarbij is bestraling hetzelfde effect. Toen zei hij, ja, dat klopt ook wel. Maar ja, er kan altijd iets van een rest zitten. Hè, ook in mijn borst. Ik ben ook huidbesparend geopereerd. Ik zeg, maar ja, dat kan toch ook als je hem helemaal eraf hebt gehaald. Toen zei hij, ja, dat klopt. Er kan altijd iets van een rest zitten. Maar goed, de kans is heel klein dat het daar zit. Dus, duimpje omhoog. En toen zei hij, ja, de kans is groter dat het ergens anders zit. Duimpje omlaag. En toen zei hij van, toen zei ik, ja, weet je, ik heb er alles aan gedaan. Ik heb nergens op hoeven inleveren. Ik heb alle sessies gedaan. Ik heb dus niet eerder hoeven afhaken, om zomaar te zeggen, omdat mijn lichaam het niet aankon. Ik heb ook niet hoeven te verlagen in doses. Dus ja, ik heb echt alles gedaan. En ja, meer dan dat kan ik het niet doen. En toen zei hij van, nee, precies. Dus we gaan er gewoon vanuit dat het wegblijft. En toen dacht ik, duimpje omhoog. Hij zei, ja, ook die kans is klein. Toen dacht ik, kijk, dat wil ik nou horen. Dat is mijn theetje. Ben zo terug.
Ja, dus het ging een beetje op en neer qua gevoelens in dan zo'n gesprek. En je weet zelf ook wel van, ja, weet je, de kans is er. Maar ik focus me liever op de positiviteit en op de positieve kanten. Dat ik denk, ik heb er alles aan gedaan. Ik heb alles doorstaan. Mijn lichaam heeft er goed op gereageerd. Ja, en nu ook dat er een schone scan was. Dat is natuurlijk heel erg fijn. Wat we nog wel even gaan doen is een botscan, een botdichtheidscan, om te kijken hoe mijn botdichtheid op dit moment is, omdat ik natuurlijk eigenlijk veel te vroeg in de overgang ben geslingerd. En dat vinden je botjes niet zo leuk. En die willen we zo sterk mogelijk houden. Ik slik daar al Takal voor. Dat is calcium met vitamine D. Ik slik ook glucosamine/chondroitine. Maar mocht het nou zijn dat dat dus afneemt, de dichtheid, dan zouden we dus moeten kijken naar andere opties. En dan zou ik dus elke dag een pilletje moeten slikken, geloof ik. En zeg ja, en dat wil je eigenlijk liever ook niet, want dat is een pilletje die best wel zwaar op de maag ligt. Dus dan kan je daar weer last van krijgen. Je hebt ook iets met een infuus. Maar goed. In oktober krijg ik die scan. Dus ik vind het ook wel fijn om dat een keer gedaan te hebben. Dan weten we ook, hebben we daar ook weer een beetje een nullijn in. En hopelijk hoef ik nog nergens aan. Hij zei ook dat bewegen heel goed is. En dit vond ik wel heel interessant. Hij zei, ja, want ik zei nog van, moet ik nog bepaalde oefeningen doen? Hè? Want hij zegt, ja, lopen is heel goed. 30 minuten per dag. Ik zeg, oké, ik zeg maar, dat zijn mijn benen. Ik zeg, moet ik dan ook iets met mijn armen doen? Hij zegt, nee, dat is anders dan bij spieren. Want bij spieren doe je natuurlijk echt per groep dingen trainen. Maar hij zei, je skelet neem je in zijn geheel mee. Dus als jij loopt, dan beïnvloedt dat je gehele skelet. Dus niet alleen die van je benen. Dus dat is misschien een leuk weetje voor jullie. Dat dus goed is. En verder ben ik gewoon, ben ik happy dat de uitslag goed was. En dat deze afspraak toch ook weer is geweest. Want het is toch gewoon even fijn om met elkaar te spreken. Over een jaar heb ik sowieso weer een afspraak met hem. Ook om die hormoontherapie in de gaten te houden. Hoe gaat het met mij? Hoe beleef ik de klachten? Moeten we daar wat in aanpassen? Dus dat is heel fijn dat ze daar ook bovenop zitten. Verder mag ik altijd mailen of een afspraak maken. Dus dat is ook gewoon super fijn. Ik voel me echt gehoord en goed geholpen. Verder hoop ik ze natuurlijk niet zoveel nodig te hebben. Ik wacht ook nog steeds op mijn operatie. En dat zal eerst lipofilling zijn. Omdat mijn rechterborst flink is ingekapseld, zeg maar, door de bestraling. En daarmee hopen ze dat weer wat losser te krijgen en ook iets meer décolleté. En daarna de siliconen. Dus dat is weer een andere operatie. De arts zei ook van, ja, de tissue expanders moeten er op een gegeven moment echt wel gewoon uit. Daarin dus ook de hoop dat siliconen en die lipofilling voor veel meer zachtheid gaan zorgen. Want nu schrikken mensen zich kapot als ze tegen me aanlopen. En er beweegt hier helemaal niks mee. En je krijgt ze wat een stoot terug. Dus ja. Daar wacht ik ook nog op. Oh, de theetje ruikt zo lekker. Ik ga hem even verder zetten. Voor mijn harde werker, I tee you. I tee you too. Vertel nog eens even hoe grappig dit was. Nou, ik sta nu in de. Ik sta nu in de voorraadkast waarvan het licht eigenlijk aangaat op beweging. Automatisch. Automatisch. Op beweging, inderdaad. En
Als je dus ineens heel laat, terwijl het wel boven al een tijdje in bed liggen, naar beneden komt en het licht is aan, dan schrik je eigenlijk wel even een hoedje. Ja, het is gewoon heel erg raar als je weet dat dat ding alleen maar aangaat op beweging. Ja. Ja. Ik schrok me wel even de tandjes. Ja. Maar blijkbaar is er gewoon iets met... Ja, we weten nog niet wat. Maar hij staat nu gewoon de hele tijd aan. Ja, maar als je gaat maar even hier staan, dan kijk eventjes... Kijk jij er even naar. Is goed, jongen. Oké, toppie. Even kijken. We hebben wel een buurtgekje, zoals jullie horen. We hebben dus geen idee wie dat is, maar elke dag horen we deze man. We hebben hekken. Een van Jessie's speelgoedzakjes is op ons dak gevallen. Dus die ga ik pakken zonder een ladder. Want we kunnen namelijk wel op de uitbouw gaan lopen. Dan moeten we natuurlijk nooit aan Jessie laten zien dat dat kan. Althans, hoe dat kan. Ik heb een sleuteltje. We hebben namelijk alle ramen op slot gedaan. Want we zien het al helemaal voor ons. Maar ik ga even uit het raam klimmen. Hey, jij daar. Hey. Hoe is hij? Hey Jessie! Hey Jessie! Huh? Mam, René, hoe heb je dat gedaan? Dat is een geheimpje! René kan vliegen. Geheimpje? Oei, druk te maken. Nou, niet meer expres doen, hè? Dat is echt een geheim van de huisbewoners. Als je 25 bent, dan... Dan vertellen we het je. Ja. Nee. Doei. Hallo. Waar zijn we? We zijn aangekomen. Waar gaan we naartoe? Naar Springkussen. Springkussenparadijs. Ik ben heel benieuwd. De Ultimate Airpark Bounce Valley in Zoetermeer. Bye.
we hebben het heel leuk gehad. Hè? In de bouncing paradijs. Ja, en nu gaan we naar de vijfde ronde. Naar de vijfde ronde. Nou, ik zag dat er ook nog iets van een dierentuin, of niet een dierentuin, een kinderboerderij in de buurt is. Dus ik dacht, nou, weet je, we zijn nu toch in Zoetermeer. Dus dan kunnen we er ook gelijk even kijken. Vind je niet? Ja. Als we toch maar kunnen even... Als er maar dieren zijn. Als er maar dieren zijn, dan is het goed, hè? Ik zie iets staan van speelboerderij Het Buitenbeest, de Drie Ballonnen. Nou, ik ben benieuwd. Er zullen vast ook dieren zijn, maar ik zie ook wel allemaal leuke speeltoestellen. Ja. Dat is ook leuk. Kijk, we hebben ook de kinderboerderij gevonden. Die is ietsje verder. Oh. Vind je het spannend? Ja, dat snap ik. Oh, wat is hier allemaal? Wat zien we hier voor beesten allemaal? Danny, we gaan naar links. Naar rechts. Ach. Zo schattig. Ach. Kom, dames. Mooi zijn die, hè? Ja. Zo mooi vol. Ze kunnen ook eruit gaan. Toch? Ja, die kunnen gewoon vrij rondlopen. Hoe mooi is deze, hè? Ja. Oh. Heel mooi. Ja, mag je... Gewei noemen we dat. Kijk, hij vindt het lekker, zie je dat? Zo, doe maar heel voorzichtig. Kan je daar overheen? Prachtig, hè, dit. Ach, hoe schattig zijn die, hè? Ja. Hey. Hey. Met je mooie hoorntjes. Heeft die mooie hoortjes, hè? Kom, ga nu naar de volgende. Oh, sorry. Kijk. Nee, die moet straks op je doekje, schat, dat oogje. Ja. Dus ik kan straks oogjes plakken. Het was een actief ochtend. Lekker naar, ik geloof dat het Bounce, maar ik weet nog steeds even de naam niet. Bounce iets geweest in Zoetermeer. En daarna nog naar een kinderboerderij. En het was iets met een stadsfestival. En zoals je ziet is Jesse helemaal oud. Hij is echt kapot gespeeld en gezweet. Maar ik heb nu eens echt kapot pijn in mijn linkervoet, zeg. Ik ben... Hij wilde natuurlijk ook dat ik mee ging springen. Maar ik ben twee keer niet helemaal lekker terechtgekomen. Toen dat ik dan... Oei. Maar daarna ging het wel weer. Het ging zodanig dat ik eigenlijk niks voelde. Dat ik dacht, goh, laten we nog even leuk naar kinderboerderij gaan. Oh, leuk stadsfestival. En op een gegeven moment, net aan het einde, dacht ik... Oeh, ik krijg ineens heel erg pijn in mijn voet. Dus ik was er ook ineens wel echt heel erg klaar mee. En Jesse wilde ineens op skates. Ik zeg, ja, ik kan niet achter je aan. Ik zeg, ik wil echt heel graag naar huis nu. Oh man, het doet echt heel erg zeer. Dus ik hoop niet dat het gebroken is. Ik rij gelukkig automaat. Dus dan heb ik mijn linkervoet niet nodig. Maar ik... Dan hoop ik dat Sergio wel thuis is om Jesse naar binnen te tillen. Anders heb ik een probleem. Oh, mensen. Sergio is gelukkig thuis. Hoe kan het nou ineens na een paar uur zo'n pijn gaan doen?
dat de wc-rol? Nee, dat is verband. Ja, maar we hebben niet echt steunverband. Verband? Lijkt me een beetje op duct tape. Duct tape. Waar zat het hier, hè? Nou ja, ik weet het even niet. Overal doet het zeer. Als ik zo doet het zeer. Het doet vooral aan de buitenkant zeer, volgens mij. Maar heb je ook iets horen knakken? Nou ja, ik wist niet goed of het... springkussen was op mijn voet. Maar ja, als die gebroken is, kan ik toch niet door blijven lopen, of wel? Ja, dat kan wel. Niet, ja, weet je, bij een... Een haarscheurtje. Oh. Ik moet wel blijven bewegen, denk ik juist. Of juist niet. Nee, ja. Dat komt later wel. Je moet... Ja, als het echt zo pijn doet, dan moet je misschien even een fotootje laten maken. Misschien even wat pijnstilling? Ja, als het zo'n pijn doet, dan dat ligt aan jou. Dat is aan mij vragen, natuurlijk. Ik heb wel de neiging om hem juist te willen bewegen. En dan denk ik niet dat het gebroken is. Mama. Ja. Ook goed gekneusd, opgerekt. Misschien zou ze een enkelbandje gescheurd. Dat zou wel kunnen. Mama. Ja. Ik mag toch niet met mij... Terry zit daar met mijn mond. Nee, doe maar even je handjes wassen. Nee. Dan kan je wel doen. Nee, ik wil gewoon blijven liggen. Ben je zo moe? Ja. Dan blijf je toch lekker liggen zonder je daar? Nee. Ook niet. Nee, dat is ook niet. Nee, dat is ook niet fijn. Nee, ik heb toch gewoon met een doekje aan. Een doekje schoonmaken. Ja, dat kan ook. Nou, ik heb toch de huisartsenpost gebeld. En mijn moeder was zo lief om mij op te halen. Kijk, kijk, kijk. Wat ben ik blij met elkaar. Ja, inderdaad. Nou, ik ook. Oei, oei, oei. Nu ben ik met recht even invalide. Hopelijk is het niet gebroken, jongens. Dus krijgen wij zijn. Ja, het gaat wel. Nou, ik ben weer thuis. Met... Mijn voet omhoog in de tape, althans in het verband. Want ze denken dat het toch, godzijdank, mijn enkelbanden zijn. Die zijn ofwel gewoon flink verrekt of wat scheurtjes. Desondanks zou het dan dezelfde remedie hebben. En dat is ingetaped met mijn voet omhoog. Ik mag er even niet op staan. Voor eigenlijk 3 dagen lang. Maar goed, ik ben blij. Want het is blijkbaar niet gebroken. En dat betekent dat mijn vakantie naar Ibiza met mijn moeder en zussen gewoon door zou moeten kunnen gaan. Maar het, het komt niet goed uit, zeg maar. Weet je, Sergio die is druk bezig. En ja, Jesse, Sergio moet ook gewoon werken. Dus ja, nou ja, hopelijk... gaat Jesse Silver voor mij zorgen aankomende dagen. Ik heb pijnstilling genomen, dat scheelt al een hoop. Want ook al was mijn voet in rust, dan nog, dan voelde ik het helemaal kloppen. Ik dacht echt, oh, dit is echt foute boel. Maar dit is wel fijn. Dus voordat ik naar bed ga, doe ik het gewoon nog een keer. En dan hoop ik dat het heel snel overgaat. Echt top idee om mee te gaan springen. Nou, anyway, toch positief gezien, hè, het is niet gebroken. En daar houden we het aan vast. Dus hopelijk vonden jullie dit alsnog een leuke vlog. Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten. Zodat je weer op de hoogte blijft als er een nieuwe vlog online komt. En dan zie ik jullie weer heel graag bij de volgende video. Ciao! Ciao, 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 ciao.